Zo, ik heb de boom na het behandelen van dus de schors en alles en de yin, de shari en alles, heb ik dus deze grote tak eruit gehaald. Ik heb alle takken ingekort. Ik heb vervolgens de kussens helemaal uitgesnoeid, dus zodat het binnen, de binnengroei naar voren kan komen, naar boven kan komen. Ik zal het zo eventjes close-up doen. Heel klein beetje de takken gezet. Dus ik heb eigenlijk een stukje verjonging aan de boom uitgevoerd. Die heel hard nodig had, want de kussens werden te dicht. En daardoor komt er geen licht meer in de boom. En dan krijg je dus op den duur sterfte. En dan heb je alleen lange takken met aan het einde groen en verder niks. Dus ik heb nu geprobeerd om zoveel mogelijk alles terug te zetten. En dan vervolgens dus de takken nog een heel klein beetje gezet, tot de boom er nog aardig uitziet. Maar die moeten nou eigenlijk van binnenuit moet die zijn eigen opvullen. Ik zal nog eventjes een beetje inzoomen. Ik zal ook op de kussens nog even inzoomen. Hier kun je dus duidelijk zien dat hier allemaal jong schot op zit. Hier binnen in de boom. Hier op de takken. Hier onderin. Als dit allemaal uit gaat groeien, hier hetzelfde. En wat hier nog allemaal tussenin zit, mooie jonge puntjes. In de top hetzelfde. Allemaal mooi, fris, jonggroen. Dit is het groen wat er vanaf gekomen is. Je kunt zien dat het er veel zwaar spul nog op gezeten heeft, wat er allemaal afgegaan is. Dus de boom ook weer een beetje compacter.